Het leven van de snoekvisser is mooi. Heel mooi op sommige plekken. Op diep water hebben ze er vandaag geen zin in. Mijn shed wordt gewoon niet bekeken. Dus ik ga wat dieper de polder in en ga het hier proberen. Met een streamer op ondiep water. Ik hoop dat zijn vrouwtje ook in de buurt is. Hij gaf leuke sport. En ik zet hem terug. Met dankbaarheid. De weersomstandigheden zijn perfect. West 4. Wisselend bewolkt. Dreigende bui. Maar het loopt niet. Ik heb het eerste stukje toch maar met een shed gevist. Omdat ik wind tegen had. Ik ga nu terug. En ik kies nu dan toch eindelijk maar voor een streamer. Maar ja, welke? Het is de kleinste geworden die ik bij me heb. Misschien maakt dat het verschil. Nou, het schiet niet erg op vanmiddag. 4 missers op mijn streamers en een hagelbui. Maar gelukkig knapt het ineens weer op. Ik ga nog even dit stukje afvissen. En met een streamer. Dat geeft een goed gevoel naar 4 vissers. Ik krijg er weer wat vertrouwen in. Ik ga nog even lekker door. Ik had een rode streamer bij me. Die ik nog uit moest proberen. Ik denk, nou, dit is het moment. Die vis is redelijk los, dus ik moet hem nu testen. Een paar keer ingegooid. Liep niet naar mijn zin. Beetje bijgeknipt, gooi in, metersnoek en een dikke metersnoek. Schiet los. Gooi nog een keer in, pak hem weer, schiet los. Gooi een stukje verderop in en dan komt deze. Ze zitten er vlak bij elkaar. Ik neem aan dat dit mannetje is, dan zit er hier dus een heel dik vrouwtje. En vang ik er vandaag niet, dan wordt het een andere keer. Zeker weten dat ik deze net gemist heb op groen. En nu pak ik hem alsnog. Op een roze streamer. Nou, leuk toch?